In januari 1999, dat is de dag geweest dat ik voor mezelf begon. 31 december 1998 was mijn laatste werkdag bij de Rabobank. In maart 1999 verlaat Herman Wijfels de Rabobank. Nou, het een heeft niks met het ander te maken, om dat maar meteen te zeggen. Ik zal het eerder een zwarte zwaan noemen. Oftewel, het was een totaal onverwachte gebeurtenis dat we allebei de Rabobank verlieten. Maar in mijn periode binnen de Rabobank heb ik Herman Wijfels altijd toch wel een bijzonder bestuurder gevonden. Ik vond hem ook uitstekend passen binnen de cultuur, de filosofie van de Rabobank. En dan kijk ik even naar de Rabobank op dat moment. Op dit moment kan ik er niet over oordelen, want ik ben er al te lang weg. Maar de coöperatie had hij hoog in het vaandel staan. Daarnaast had ik nog een overeenkomst. Hij kwam uit het Zeeuwse en onze twee oudste dochters zijn geboren in Zeeland. Nou, de afgelopen jaren heb ik toch op enige afstand nog steeds de ontwikkelingen van Wijfels gevolgd. Puur uit interesse. En zo kwam ik hem ook gisteravond tegen in het programma dat je achter me ziet van Nieuwsuur. Een drietal top-economen, en hij is dan de vierde, Herman Wijfels, wordt gevraagd naar de situatie van de Nederlandse banken. En ze slaan eigenlijk een noodkreet. Ze zeggen eigenlijk wat wij zien is dat de banken weer teruggekeerd zijn naar business as usual. Ze zijn redelijk snel hersteld. Kan je als compliment beschouwen. Maar er is ook heel veel geld op tafel gelegd. En de banken die geen geld hebben gekregen, die hebben wel heel veel voordeel ondervonden van de maatregelen die de overheid, die de regering heeft genomen. En nu blijkt in één keer, je hoeft alleen maar te kijken naar de bonussen, recent. Maar ook naar de maatregelen die genomen worden op de hypothekenmarkt. Dat het weer lijkt als business as usual. Nou, dan zou je denken, dan zijn de bestuurders van de banken bezig om de risico's te drukken. De risico's voor onze belastingbetalers. Nou, niets is minder waar. De top-economen laten zien in het programma dat de risico's alleen maar groter worden. Dat er echt weer een nieuwe financiële crisis aan staat te komen. Was de vorige een zwarte zwaan? Zoals Nissan Taleb dat zegt. Nou ja, lees je Management Pro, dan weet je dat ik iets heb met de zwarte zwaan. Norini Rubini in dit boek, die heeft het over witte zwanen. En de eerste keer dat ik dit boek las, toen dacht ik, ach, dat is leuk, dat is geweest, dat hebben we gehad. Na gisteravond denk ik van, je kan het maar beter lezen, dit boek. Want de witte zwaan staat er waarschijnlijk weer aan te komen. De drie top-economen, met name Wijfels, die breken een lans voor een ingrijpende structuurwijziging en cultuurwijziging binnen de banken. Meer richten op de omgeving waarin je bankiert. Meer, noem het maar, maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Meer richten op de klant. Geen papieren tijger, niet een beleid, niet kernwaarden, niet subsidies geven aan allerlei instellingen. Allemaal hartstikke goed en heel mooi. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen als een cultuur van je organisatie, als het DNA van je organisatie, eigenlijk zo doen we het hier. En ga misschien, maar dan kom ik toch weer aan het Investors in People model, waar wij ook altijd zeggen, het zit in de mensen en niet in het papier. Een echte strategie, een echt beleid wordt beleefd door je medewerkers, door al je managers. En het is niet een beleid wat op papier staat waarvan men zegt, maar we hebben het toch goed voor elkaar. Dat gevoel bekoop me gisteren. Toen ik deze uitzending zag, ik denk dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ook toen ik het nieuwe financiële verslag las van de Nederlandse Bank. Want het bevestigt eigenlijk waar de heren bang voor zijn. Ik ben benieuwd of de banken kunnen komen tot die ingrijpende verandering. Het zou ze sieren en het zou ons consumenten helpen. Het worden weer spannende tijden.